Behind the Scene, John Baselmans. Hallo, hier zijn we dan weer. Het is echt ongelooflijk hoeveel mensen dit beluisteren. En ik ben er ook heel erg blij om. En ik hoop ook dat de mensen erover gaan praten met elkaar. Desnoods ook dit weer doorsturen naar andere gasten. We moeten iets doorbreken en het moet een keer lukken. Als we eens een keer samen zien dat er wat, dat er iets gebeuren moet. Deze keer heb ik aardig wat punten nog. Ik wil over het recht van zwijgen wil ik het hebben. Ik wil het hebben over de verdwenen kinderen hier op Curaçao. Ik wil het hebben over de vertrek van de heer Geus. Ik wil het hebben over de belachelijke AD-publicatie. Ik wil het hebben over het document dat het statuut geen rechtsgeldigheid heeft. Ik wil ook even over de Campo-zaak nog hebben. Dan hebben we het over het sluiten van alle bijkantoren hier op het eiland. En als laatste wil ik het ook nog hebben over Ansari. Nou, we laten gewoon bij het begin beginnen. Ja, het is een lang lijstje, maar we gaan er ook niet eindeloos op door. We gaan gewoon even wat dingen aanhalen. Het recht van zwijgen. Mensen raken nogal schouw in paniek als ze aangehouden worden of wat dan ook. Nou, ten eerste aanhouden. Ze kunnen, in principe eigenlijk mogen ze je wagen nog niet doorzoeken. Volgens het recht. Ze kunnen ook niet verplichten dat jij iets zegt. En dat heb ik al een tijd geleden gepubliceerd. En het enige wat je moet doen is je laat je ID zien. En eventueel de autopapieren mochten ze je aanhouden. En voor de rest moet je gewoon vragen of je aangehouden wordt. En zo ergens schuldig voor bevonden bent. Verder kan je gewoon volgens het verdrag van de EVRM, als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, artikel 6 zegt het heel duidelijk dat je dus niet zo ergens antwoord op hoeft te geven. Hetzelfde is de IVBPR 14.3.G, dat is een internationaal verdrag, zegt hetzelfde, bevestigt het nog eens. Artikel 29 lid 2 van het wetboek strafvordering zegt ook voor het verhoor voor de verdachte medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden. Dan hebben we in Amerika, noemen ze het Fifth Amendment, en dat zegt, de eerste zegt, you have the right to remain silent. En dan zeggen ze, alles kan tegen je gebruikt worden, bla 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 bla. Nu, dat is gewoon dus internationaal vastgelegd dat je gewoon geen vragen hoeft te beantwoorden. Zolang als je niet officieel aangehouden bent en wat dan ook, kunnen ze je niks verplichten en ze kunnen in feite nooit iets verplichten. Als je dan dus inderdaad naar dat artikel 6, de artikel 29.2, lid 2, 14.3.g, al die zeggen, kan je opzeggen gewoon, ik beantwoord geen vragen. Daar kunnen ze je niet dwingen, ze kunnen je er ook geen procesverbaal voor geven, ze kunnen daar niets voor doen. Het is gewoon vastgelegd. Waarom moet je geen vragen beantwoorden? In principe, in heel veel zaken, in 80-85% van de zaken, heeft de politie geen clue waarom ze je aanhouden en ze verwachten dat je je gaat verpraten of dat je iets verkeerd gaat zeggen. Zolang. Als jij bijvoorbeeld, ik stel even, ik rijd door rood licht. En zolang als er geen tegenpartij is die kan aantonen of via een film of een foto of wat dan ook. En zo kan bewijzen dat jij door rood licht hebt gereden. Heb jij nog steeds niet door rood licht gereden. Maar de vragenstelling van de politie is altijd zo. U heeft door rood licht gereden. En dan ligt het aan jullie reactie. Of je het gaat bevestigen of je het gaat ontkennen. Ga je het ontkennen, ook dan heb je kans dat het dus zeggen van oké, dat is dus de bevestiging. Wat je moet doen is gewoon je mond houden. Kom maar met het bewijs dat ik door rood licht heb gereden. En dan moeten ze dus iets laten zien. Zolang als ze dat niet hebben, kunnen ze dus je ook niet verbaliseren.
En dat zij eigenlijk met alle dingen, ook als er voor ernstige zaken je aangehouden wordt of wat dan ook, en ze gaan je dus verhoren, nou dan mag je je op zwijgrecht beroepen. De meeste tijd, als jij dus iets zegt, zeg je te veel. En je doet het dan niet op een ja of een nee, en daar zit je dan mee, en dan wordt dat tegen je gebruikt. Let maar op, als je goed de rechtszaken bekijkt, zijn het altijd de mensen, die zijn zelf degene die zijn eigen veroordeeld hebben. Het is heel verpand. Er zijn aardig wat sites waar je rechtszaken kan bekijken. En als je dat dan doet, dan merk je gewoon dat degene die verdacht is, zijn eigen dus veroordeeld. Dus, voortaan, als je aangehouden wordt, ik beantwoord geen vragen. Dat is de enige zin die je moet zeggen. En wat ze ook tegen je zeggen, en wat ze ook doen, en hoe moeilijk ze ook doen, dan halen ze een heel bataljon politieagenten bij, ik beantwoord geen vragen. Je bent nog niet strafrechtelijk veroordeeld. Ze hebben een vermoeden, maar ze hebben dus kennelijk geen clue. Dus ik beantwoord geen vragen. Dan komen we op het volgende stuk. De verdwenen kinderen op Curaçao. Het is momenteel een mode dat internet volgezet wordt van elke keer van kinderen die weglopen of verdwijnen. Soms voorgoed verdwijnen, soms voor korter tijd verdwijnen. Heeft de politie er wel eens, laat ik het zo zeggen. Het is toch vreemd dat de politie niet weet waar deze kinderen zijn. Zelf hebben wij dus heel veel kinderen gehad. We hebben er 54 gehad. Als een kind wegliep, dan was het voor 99% zeker dat deze gasten bij een of andere loverboy was. En veelal zit dat in Marchena, Sierra Fortuna en in de stad op bepaalde plaatsen. Daar zitten deze jongens die zorgen dan, die maken die kinderen helemaal gek en doen ze dus ook beschermen. En als ik weet waar deze loverboy zit en de politie niet en ze doen net als ze moeilijk, hoe moeilijk ze aan kinderen. Nou, ik had binnen 2 dagen dat een kind bij ons weg was gelopen, hadden we het kind wel weer terug. Of we wisten in ieder geval waar ze zaten. Dus ik snap niet. Voor mij is het een beetje een soort handel van de politie, lokale politie hier. En doen er aan mee om dus hier kinderen te laten verdwijnen. Want vergeet niet, kinderen op de zwarte markt zijn aardig wat geld waard. Zeker wat ze dan later allemaal moeten doen. Dus ik snap deze hele lokale politie niet. Voor mij zijn er gewoon 4, 5 plaatsen waar je even moet laten kijken of moet kijken. En je hebt je kind weer terug als je het werkelijk terug wil hebben. Hebben we het volgende stuk. Het was niet te geloven. Meneer de Geus gaat verdwijnen. Na alle KPMG-rotzooi die waar UTS in terecht is gekomen. De moord van heer Wiels, omdat het over KPMG en UTS ging, heeft meneer Geus toch maar zijn biezen laten pakken. Want op een of andere manier lijken te veel dingen nu naar buiten te komen. En het is niet alleen zijn verschrikkelijk hoge salaris wat hij binnensleept en zijn nabonus die hij nu nog krijgt. Ik hoop dat van meneer de Geus daar wel belasting over gaat betalen. Maar meneer de Geus heeft dus duidelijk gewoon een potje van gemaakt. En meneer de Geus heeft alles gedaan wat KPMG hem opdroeg. Vergeet niet, UTS heeft in het verleden alleen maar gedraaid. Alle mensen in de top hadden een link naar KPMG. Ze waren direct of indirect familielid van de hoge KPMG-gasten daar. Ze hadden alles hadden ze te maken met KPMG. Ik weet zelfs, want ik heb zelf zo'n 25 jaar voor UTS, CETEL, UTS gewerkt, dat er miljoenen verdween alleen al door het telefoonboek maken. Die miljoenen werden niet geregistreerd. We hebben dat zelf, mensen die in de systemen konden we dat duidelijk zien. Dat die miljoenen wat binnenkwam aan advertenties, werd gewoon weggesluist en werd verdeeld onder de toenmalige mensen die
te maken hadden met bepaalde afdelingen. De toenmalige directeur ging ook altijd zo even een kijkje nemen, zogenaamd, als het boek. Maar dan werden de duurste hotels in Eindhoven of waar ze op dat moment zijn, werden dus geboekt. Nou, en er werden grote feesten gehouden. Wat ik zelf hoorde van de mensen die dan mee moesten voor wel wat werk te doen. Meneer De Geus wordt volgens mij, krijgt het een beetje te heet onder zijn voeten. Ik denk ook dat meneer De Geus weet dat die nu alles over heeft genomen. Dat die ook wel door heeft wat er de kracht van KPMG was. Meneer Wils wist te veel en hij moest dood. Dat was heel duidelijk en die link zit, die is er nog steeds uit. We gaan daar zeker nog wel eens een keer over hebben als de volgende gepakt wordt. Of dat we, daar zullen heus nog wel dingen van loskomen. Want kijk maar eens de oude telefoonboeken. Ze hebben alles is in de ban van KPMG. En meer zeg ik voorlopig nog niet. Er komt nog meer los. Laat maar op. Dan hebben we het stuk van AD die kennelijk weer eens dacht van nou, Bazemans moeten we toch weer eens een keer vernoemen. Al is het maar voor de kijkcijfers. Maar ik heb dan lik op stuk gekregen van meneer Knops. Alleen AD weet niet wat er werkelijk allemaal gepubliceerd is en wat er naar meneer Knops is gegaan en ook daarna niet. Het is typisch iets van AD, ze kletsen maar wat. Nou, ik noem het gewoon lullen. Want ze weten echt niet, ook het stuk, ze hebben gewoon stukken genomen van wat ik gepubliceerd heb op internet. Maar ze hebben het belangrijkste, hebben ze dus weggelaten. Want ze zijn o zo bang dat dat verder gaat komen en dat het dus een probleem gaat geven straks met de eilanden en Nederland. Want wat is er nu? En daar slap ik meteen over waar het precies het hele SDKK-stuk over ging. Het gaat helemaal niet over de vluchtelingen, absoluut niet. Het gaat puur over de mensenrechten en de dingen die mis zijn in de SDDK-gevangenis. Nou, dat is dus van de week weer gebleken. Nu is er in één keer de keuken gesloten. Die had al maanden, misschien wel jaren geleden al gesloten moeten zijn. Is niet gebeurd? Nee, natuurlijk niet. Want we hebben dus, alles wordt beschermd door een directeur die nooit te vinden is en ook nooit iets zal laten weten van wat er werkelijk gaande is. En hij komt absoluut niet op voor de gevangenen. Natuurlijk niet, want dat is dus, daar verdient hij ook zijn extra geld mee. Met al dat geld weghalen wat er dan gestoken wordt in een gevangenis. Zolang als de gevangenis niet alle huidige mensen ontslagen worden, gaat dit nooit goed opgelost te worden. Maar dan komen we dus, het document waar we dus over hadden, in werkelijkheid was het over de zaak Case of Murray tegen Nederland. En wat is daar in die uitspraak van het Europese Hof gebeurd op 4 februari 2016? Daar is namelijk gewoon duidelijk gezegd dat het statuut had helemaal geen vat op wat aangehaald werd door de toenmalige Nederlandse juristen. Wat is er gebeurd? Het was een zaak van Ray, die overigens overleden is door de martelingen en het slechte handelen van de gevangenis. En de advocaat heeft dus Nederland aansprakelijk gesteld. Nederland kwam met grote shit verhalen en op een bepaald moment werd er ook het statuut bijgehaald. Nou schrijft dus in het paraaf 11, wordt dus in de uitspraak gezegd dat it's neither Curaçao nor Aruba, but the Kingdom of the Netherlands, which is the partly responsible under the convention for ensure compliance with its standards. De hele statuut werd dus gewoon weggewoven door 12 rechters. En dit deel wil zeggen gewoon dat Nederland verantwoordelijk is, ook voor onze gevangenis, maar ook nog wel voor meer dingen. We hebben dat als MKK, hebben we dat al enkele malen aangehaald. En Nederland is gewoon als de dood
dat dus de eilanden gaan zeggen, we hebben niets meer met Nederland te maken. Puur rechtelijk gezien hebben wij als eilanden geen moer meer te maken met Nederland. Het zou dom zijn als we er ons eigen terug zouden trekken, dat is wat anders. Maar Nederland kan niet het statuut aanhalen zoals dus meneer Knops deed naar ons toe en zeggen van ja, volgens het statuut, jullie zijn autonoom, bla 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 bla, een hele hoop shit meer. Maar meneer Knops heeft dus duidelijk dit achtergehouden en die wil daar niets van weten. Nu hebben wij dat als MKK, hebben wij dus dit gehele stuk van die case Murray en van het statuut hebben we dus naar alle Nederlandse politici, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gestuurd. Nu is iedereen holder de bolder, want je ziet al dat er een bosman en een paar mensen zijn die zeggen van nou, dan donderen we die eilanden er maar uit. We hebben er niets met hun te maken. In feite is dat zo, want er is niks wat werkelijk ons bindt. Maar Nederland zal ons niet laten vallen, want de kookhandel is nog heel belangrijk. En dat zien we dan in het volgende stukje waar ik over wil hebben. En dat is de Campo-zaak. Oké, de Campo-zaak is een langdradig iets waar het gaat dan over 3 moorden. Maar vergeet niet, in die tijd, en dat is, het is nu nogal een mindere mate bezig, maar er zijn tientallen moorden daar gepleegd. En die mensen zijn dus allemaal verdwenen. Want vergeet niet, we zitten daar dicht bij de noordkant. En het is heel makkelijk om dan mensen op te ruimen. Campo draait op zware drugs. Die zware drugs hebben ook te maken met de grote drugtransporten die dus vanuit de Italiaanse maffia wekelijks gedaan worden naar Nederland. Waar meneer Outlap zo kwaad over was, omdat ik dus hem schreef van luister, het is heel erg en doe maar eens een keer iets aan je eigen dingen daar in Nederland. Nou, dat is dus waar Campo is in de ban van de Nederlandse maffia. En ook via de Campo hebben we dus de handel in vrouwen, maar ook de handel in kinderen. Dus er is een hele hoop gaande en zelfs de verkoop van Campo is niet doorgegaan, omdat er uit duistere hoeken in één keer alles een claim weer opgelegd werd. En zo blijft Campo dus een landje in een land waar dus kennelijk de hele juridische gedeelte hier, de politie en alles, niets te zeggen heeft en hun kunnen doen wat ze maar willen doen. Even iets anders. Het sluiten van al die bijkantoren die we altijd netjes op Curaçao hadden. Zelf woon ik dus op bandenbouw. En het vreemde is dat we hebben op bandenbouw buiten nog 1 bank. Hebben we echt niets meer. Alles is hier weggehaald. De postkantoor is weg. We hebben de verdere andere banken zijn weg. Zijn al gesloten. We hebben Aqualecta is vertrokken, UTS is vertrokken, iedereen is hier weg. Nu is dat niet alleen op bandenbouw nu gaande, maar het is nu ook in de stad verder gaande, dat dus de grote bedrijven als een PostNV, Aqualecta en UTS zijn al hun bijkantoren aan het sluiten. Nou, het is bij de beesten af dat deze organisaties absoluut mega winsten maken, maar ons bijvoorbeeld van bandenbouw helemaal naar een Otrabande of een Punda moet laten komen en dan nog eens 2 tot 3, 4 uur in een rijtje gaan zitten met een nummertje in je hand en niet geholpen worden en maar wachten en maar wachten. En dat kunnen ze dus in de stad al niet aan en dan gaan ze ook alle bijkantoren ook nog eens sluiten. Nou, jullie moeten je schamen en het is vreemd dat de politiek hier niets aan doet en niet gaat verplichten dat er op cruciale plaatsen op het eiland gewoon zowel UTS als Post als Aqualectra aanwezig zijn en bijvoorbeeld hier op bandenbouw een fatsoenlijke bank waar we gewoon geld kunnen storten en geld af kunnen nemen, want ook dat is een steeds groter probleem. Nou, als laatste bericht hebben we nog binnengekregen het opmerkelijke bij elkaar komen van een van de grote mensen van de Nationale Bank hier met de heer Ansari. Nu, ik heb al links en rechts dat laten weten. Dat is gewoon puur omdat de Nationale Bank er alles aan het doen is
om de ENIAC kapot te maken. En ondanks dat meneer Ansari honderden miljoenen weggesluist heeft uit de kas van ENIA, schijnt dat de Nationale Bank toch maar heerlijk te vinden. En zelfs nog een, ik dacht nog geen week voor het proces wat gaat beginnen, gaan ze dus nog eens even gezellig zitten praten met meneer Ansari. Nou, hoe duidelijk willen jullie het nu nog hebben dat het dus, dat onze Nationale Bank één corrupte rotzooi is, waar te pas en te onpas bedrijven of andere zaken kapot worden gemaakt omdat het hun niet uitstaat of misschien niet genoeg op te verdienen is. En dat is wat we al lang zagen. Dat zagen we ook onder meneer Trump. Ik bedoel, dat is niet iets van nu, maar het is een tendens die al lang doorgaat. De Nationale Bank is niet om de zaak hier te beschermen. Zeker ons geld niet, want anders hadden ze al lang bijvoorbeeld een girobank, hadden ze op non-actief moeten zetten. Een girobank is ook een fars. Hoe kan dat een girobank onder een andere onder een andere naam, dus onder de girobank doorgaat, terwijl dit het absoluut geen bank is? Probeer maar eens wat geld bij de girobank te krijgen. Dan moet je een check halen. Krijg je een check van MCB in je hand gedouwd. Nou, een bank die dus via een MCB moet handelen, dat is geen bank. En zo zijn er nog wel meer zaken in de bankbusiness die we misschien zeker nog eens later gaan aanhalen, want ook daar zullen zaken loskomen. En wat ik ook eens aan wil raden is, lees de Panama Papers maar eens. Dan zal je zien wat het doel is van hier Nederland en waarom onze Nationale Bank zo corrupt is. En zeker de banken hier op het eiland echt niet zitten voor die paar centen die we aan salaris mogen ophalen. En als de bank wordt dan ook nog kwaad als jij het geld van de bank afhaalt en dan willen ze ook nog weten wat je ermee gaat doen. Nu, daar heeft een bank niets mee te maken wat ik met mijn geld doe. En als ik 100.000 gulden of een half miljoen of een miljoen van een bank af wil halen en ik wil dat daar niet hebben staan, dan heb je er nog niets mee te maken wat ik met die miljoen doe. Dan is dat nog aan mij wat ik ermee doe. Maar helaas, dan kunnen ze dus niet meer controleren. En zoals ik zelf al mee heb gemaakt, kunnen ze dan ook niet die informatie aan een veiligheidsdienst en alles doorgeven. Want er zijn geen activiteiten en ze weten niet waar ik mijn eten koop. Ze weten niet waar ik uitga. Ze weten niets. En ze kunnen me daarom ook niet controleren. En dat is ook wat banken dus doen. Ze werken gewoon samen met de maffia. Want als een bank het door kan spelen aan een veiligheidsdienst of aan wat dan ook de mensen die het opvragen. En ik weet dat er zelfs een van de maffia mensen gegevens toen de tijd hebben opgevraagd. En dan komt het gewoon los van de bank. Dus bankgeheimen, vergeet het maar. En daarom wil meneer Ansari zo graag nog een goed woordje horen van onze Nationale Bank. Goed, het was toch nog een lange uitzending. Ik heb het zo kort mogelijk proberen te maken. Maar denk er eens allemaal over na. Er zijn heel wat dingen gaande. Ook met de gevangenis zijn dus dingen aan het borrelen. En ik hoop ook voor hun in de gevangenis dat we toch iets meer kunnen doen en eens een keer Nederland gewoon aan de galg kunnen hangen, omdat zij onterecht mensen laten martelen, verkrachten en vermoorden. Want ja, er worden gewoon mensen in de gevangenis vermoord. Alleen wij mogen het niet weten. Oké, dat was het dan. Tot zover en tot een volgende keer. Groetjes!